Fact-checker. Hallo, er is een hele belangrijke brief gestuurd naar Mona Keizer. Hier zie je de brief vlak voordat deze de brievenbus van PostNL inging. Mona Keizer is onlangs ontslagen door Mark Rutte en Willem-Alexander nadat ze vraagtekens had geplaatst bij bepaalde coronamaatregelen. Misschien dat Mona Keizer openheid wil verschaffen omtrent onder andere de homofiele staten-generaal en het dito-kabinet. Juist zo stiekemweg zitten daar een heleboel geslachtsdivisie. Ook Willem-Alexander is geslachtsdivisie. Hier zie je de brief vlak voordat deze de envelop inging. Onder de blauwe postzegel met Willem-Alexander is dus een vraag gesteld en deze vraag luidt: is ook al biseksueel? Ik heb de brief op de rollen gezet en deze zal ik eventjes voorlezen. De brief scrolt langzaam mee. Ik begin. Aan Mona Keizer. Hallo Mona Keizer, dit is een hele belangrijke brief. Het posten en afgeven bij PostNL van deze brief is vastgelegd op video. Je mag deze brief bespreken met derden. Graag ontving ik dan een informatieve reactie, ook laverend. Eerst nog even een kanttekening. Tovik Dibi, Jacques Monash, Pieter Omtzigt, jij Mona Keizer en anderen, zo zijn ze potentieel partijleider en zo zijn ze FTSE. De politiek, wat is dat voor een omgeving? Maar goed, hopelijk ontbreekt het niet aan manmoedigheid bij je. Toch niet bang voor eerlijke openheid? Ik verwacht dus een eerlijke open reactie, informatief en laverend. Ik ben een bescheiden journalist, een vrij beroep. Journalisten moeten gewoon en veilig hun werk kunnen doen. Wangebruik van gezag en macht is ook zware misdaad. Het onderhavigen is eerder met je aangekaart. Ik begin. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder meer geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen. Voorgetrokken zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. Ik heb een lijst gemaakt van personen die mogelijk geslachtsdiffus zijn. Zijn ze allemaal geslachtsdiffus? Welke kun je bevestigen en welke niet? Bijvoorbeeld, is Andries Knevel geslachtsdiffus? Anke Bijleveld, Antoine Baudard, Arend Jan Boekestein, Arie Boomsma, Barry Matlener, Camille Eurlings, Carola Schouten, Charlie Abtroot, Dirk-Jan Epping, Diederik Samson, Ed Nijpels, Edith Schippers, Elko Brinkman, Erik Wiebes, Erika Terpstra, Esther Ouwehand, Femke Halsema, Yvette Grapperhaus geslachtsdiffus, Frans Wekers, Frans Wijsglas, Fred Teven, Frits Bolkestein, Geert Wilders, Gert Leers, Gerda Verburg, Gert-Jan Segers, Hanja Maaiweggen, Hans Hogevorst, Hans Weijers, Harry van Bommel, Henk Bleker, Henk Kamp, Henk Nijboer, Herman Wijfels, is Hugo de Jonge geslachtsdiffus, Ivo Opstelten, Jack de Vries, Jacobine Geel, Jan Kees de Jager, is Jan-Peter Balkenende geslachtsdiffus, Jasper van Dijk, Jesse Klaver, Jette Kleinsma, Johan Remkes, Joost Eertmans, Kees Boman, Kees van der Staaij, Laurentien Brinkhorst, Lisbeth Zegveld, Lilian Marijnissen, Liliane Ploemen, Leon de Jong, Marcel Gelouw, Marielle Tweebeke, Mark Habers, Mark Rutte, Martin Bosma, Michiel van Nispen. Ben jij, Mona Keizer, geslachtsdiffus? Wat precies? Is Paul Rozemuller geslachtsdiffus? Paul van Buitenen, Pia Dijkstra, Pieter Omtzigt, Pieter van Vollenhoven, Reinier van Zutphen, Renske Leijten, Rob Trip, Robert Dijkgraaf, Ron Vrezen, Ronald Plasterk, Sharon Dijksma, Sietse Fritsma, Sigrid Kaag, Stef Blok, Sven Kokkelman, Sibrand van Haarsma-Buma, is Thierry Baudet geslachtsdiffus, Tom de Graaf, Thijs van den Brink, Tuna Han Kusu, Vera Bergkamp, Willem Vermeend, Wopke Hoekstra, etc. etc. enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffusen. Met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffuus zijn. En schijnhuwelijken,
passen ze schijnhuwelijken toe, een straight heterostijl suggererend. Bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn? De geslachtsdiffuse kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Nederland zo sociaal, liberaal en vrij? Nee, onchristelijk. Zoveel geslachtsdiffusen hoog in de hiërarchie. Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Geslachtsdiffusheid, inclusief biseksualiteit, is erfelijk. Ze stammen toch af van onder andere de biseksuele koning Willem II? De drie prinsessen, Amalia, Alexia en Ariane, zullen ook biseksueel zijn. En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat stiekem weg de AIVD-atmosfeer? Staatsveiligheid? Is het gay en van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers. Het kweekt de afmattende red race. Fnuikend voor een dosis mensen, kinderen, volwassenen. Nog een opmerking hierover. De ene homoseksueel geslachtsdiffusen laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden. En de andere geslachtsdiffusen, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffusen, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles, onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact, met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst? Van die heb ik onderavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst? Kun jij en jullie eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die woody-carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. Wanneer ergens een hetero jongetje geboren wordt, dan wordt ergens anders op een gegeven moment een bijbehorend hetero meisje geboren. Er is dus sprake van voorbestemming. Exact en ideaal is het wanneer genoemde twee op volwassen leeftijd elkaar ontmoeten en bij elkaar blijven. En hun leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Er zijn een heleboel hiernamaalsen. Bijvoorbeeld Willem Holleder komt op een gegeven moment ook in een hiernamaals. Wie wil daar maar bij? Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig? Asociaal? Antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Huidige fundamenten, oud en vol met constructiefouten, is levensgevaarlijk. Je moet wat doen. Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij en jullie wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Iedereen op deze wereld moet dit alles toch eigenlijk weten. Dus graag een informatieve reactie. Ook graag dus een laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar geldloze samenlevingen over de gehele wereld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Iedereen evenveel. Everyone as much. Graag dus je repliek. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je en jullie anders opbellen? Welk nummer kan ik daarvoor bellen? En ja, gun me een interessante scoop. Doe één of meerdere bevestigingen. Je weet zo ongeveer wat bedoeld wordt. Vat het sportief op. Op 6 juli, jongstleden, was er de moordaanslag op Peter R. de Vries, wat bestempeld werd als ook een aanslag op de persvrijheid en rechtsstaat. Je moet aan je integriteit denken en niet laf wegduiken. Nogmaals, men is levensgevaarlijk bezig op internationaal niveau. En nogmaals, vat het sportief op. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot van onder andere het YouTube-kanaal Factchecker. PS, kan ik een interview met je krijgen aangaande al het onderavige. Zo, dat was het voorlezen van de hele belangrijke brief aan Mona Keizer.
Hopelijk wil Mona Keizer enige openheid verschaffen omtrent al die gladde geslachtsdivisie met hun gladde doen en laten. Ze hebben wat antisociaals over zich. Hopelijk neemt Mona Keizer contact met mij op. Ten slotte kan nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren van mijn hele belangrijke brief in de brievenbus van PostNL. Gegroet. Fact-checker.